allemaal, welkom bij deze nieuwe vlog. Wij zijn de familie Maaiers. Leuk dat jullie kijken naar onze nieuwe vlog. Kijk gezellig mee en geniet van de beelden wat we gaan maken. En druk even op je abonneerbutton, like deze video en druk het belletje. Blijf van alles op de hoogte, ook als we live gaan. Dus, en als je lid wilt worden, kan er van 99 cent. Ik ben klaar. Ik heb hier in huis heb ik gepoetst en alles. Want ik had vandaag een heerlijk lekker dagje vrij. Daar is de kat. Ik had de kast open gedaan. Ja, goed. En ik denk, ga eens vandaag eens met de Action Cams filmen. Dus ja, goed. Dat gaan we doen. Ik ben een heerlijke tosti ben ik aan het maken. En dan gaan we daar lunchen. En dan is het heerlijk. Want ik ben ook dingen aan het doen. Heerlijke was aan het draaien. En wat heb ik gedaan? Oh, niks ernstig hoor. Dit hier. Lekker de was buiten gehangen. Dus daar zijn we daar weer hartstikke blij mee. Dus ja, ik moet even wachten nog tot de tosti klaar is. En dan gaan we heerlijk lekker eten. En dat is wel weer fijn. Dus like deze video, abonneer en dat soort dingen allemaal. Dus, even wachten. Even kijken hoe ver die is. Oh, hij is al klaar. Er was nog een beetje ham nog over. Hatatatata. Ik gewoon eraf pulken, hè. Zie je dat? Ja, dan gaan we lekker lunchen. En genieten. Nou, tot later. Peace. Zo, ik heb net die jas heb ik aangedaan. Want ik ga heel even de stad in. Want dan neem ik de Action Cam even mee. Oh. En dan, ja, het eerste stuk is hetzelfde in dat centrum. Maar dan rijd ik even een stukje anders. Dan kan ik jullie dat ook laten zien. Dat is ook wel mooi. Dus ik ga jullie op de dingen zetten. En dan rijd ik even met even naar de stad toe. Toedeloe. En dan zien jullie wel vanzelf waar ik naartoe ga. Pardon. Ja, dan gaan we weer hier. Ja. En de vorige keer ging ik links, nu ga ik hier rechtdoor. Kijk, en daar heb je Albert Heijn. Zoeken ze nog altijd mensen. Je ziet hier, is bijna geen oranje, helemaal niks. Sommige stukken wel in de hele, maar heb je ook ver gehad. Bye.
Oh. Oh. Ja, mensen, jullie hadden het gehoord, hè. Mooie tunnel, hè? Hierboven is het spoor. Net op rood. Moeten we even wachten. Wat een geluk. En ik ga hier de scooter zetten. Zo, en dan ben ik in de stad. En dan, want daar is het Corio-centrum. En ik ga even hier. Ga ik naar binnen. Kijk, dit is het oude ING-kantoor geweest. En dan gaan we daar naar binnen. Dus, chic, hè? Ben er bijna. Even een stukje lopen, zo makkelijk, dan zet je daar de scooter neer. Ha. En dan komt alles dicht in orde. Yes! Kijk, dan ga je daar het centrum helemaal in. En ik ga hier in. Die straat ga ik in. En ik moet hier even zijn, in deze straat. Want daar ligt een fotograaf. En ik heb voor hier had ik iets nagevraagd en dat is dat had hij waarschijnlijk. Dus hij wist niet hoe of wat, maar dat is daarvoor. Zie je? Nou, dan ga ik even daar naar binnen. Kijk, en dat is de achterkant van Berde in Heerlen. Ja, net alles mee. Nou, ik ben er. Ga daar naar binnen. Tot zo. Ik heb het gekocht, dus ik laat het straks even zien hoe of wat en dan komt alles ding in orde. Het is even een investering geweest, maar dan heb je ook wat. Ik ben er wel blij mee. Huh? Yes, oh zo. Eeuw, eeuw. Nou, we gaan weer die kant op en dan misschien tot ik nog even op bezoek ga. Maar dan merk je het wel vanzelf. Oh, en ik kan nog even glas. We gaan het even wegbrengen. Dat zijn van die mooie containers. Oh, die was leeg. Ja, mensen.
gaan we eventjes terug. Dat was rood. Groen. Die mensen keken. Ja. En dan gaan we even hier op visite. Zo, en dan ben ik weer even binnen. Oh god. Allemaal post. De meeste zijn toch rekeningen, hè? Meeste wel, ja. Zo, nu heb ik echt mijn handen vol. En dan gaan we daar even naar binnen. Kan ik de spullen ook even laten zien. Yep. Zo, we hebben even gezellig gekletst, dus ik ga nog naar huis toe. En dan laat ik jullie dadelijk zien wat ik heb gekocht. Dat is het enige wat zeker is. Yes? Oh, het is een beetje aan het regenen. Ach ja. Dus, we gaan naar huis. Zo, en dan gaan we weer. Het regent een beetje. Komt de bus.
Mensen, kijk eens hier. Dat is een café. En wat is bij het café? Alles oranje. Jee, hup al en hup. En daar is Albert Heijn. Ja. De rood. Chic, hè? Inhalen. Wij hebben gewonnen. Fantastisch. En het regent zo lekker, hè? Hier zijn ze nog steeds aan het werken.
Zo, nou ben ik hier en nou kan ik wel even laten zien. Kijk, het is een oplaaier. En wat voor oplaaier? Voor de vlogcamera en batterij. Dan kan ik hem hier in stopcontact. En stel als we weggaan, dan kan ik die in de auto ook nog eens oplaaien. Dus dat is ideaal, moet ik zeggen. Dus ja, ik ga ook gelijk even de batterij even oplaaien. En dan... ja, dat is de kat. Hallo. Ik hoop dat jullie dat ritje naar de stad wel leuk hebben gevonden. Ja. Zo. Heb ik even mijn handen vrij. Dus, wat gaan we dan doen? Dit pakken. Dan doen we dat even eruit. En goed. Hopla. Nou heb ik mijn handen niet vrij. Maar goed. En ik zag dat de was ook al bijna klaar was. Want ik kwam hier aanrijden. Ik had de was had ik buiten laten staan. Kom hier. Het begon het ene keer net te regenen. Nou, even kijken. Gaan we maar even hier oplaaien. Kijk. Kunnen jullie het zien? Dus twee rode lampjes is een teken dat die leeg is. En dan kan ik die mooi oplaaien. En die ene kan ik dan ook oplaaien als die klaar is. Dus dan moet dat allebei moet dat groen zijn, dat, die lampjes. En dan is de batterij is helemaal vol. Dus ja, en het is me toch een partijtje mooi weer. Kijk maar. Zie je? Chique, hè? Dus, ja goed. Ik ga zo de was ophangen. Dus die kan oplaaien. En dat is wat ik weer heb gekocht. De was is ook bijna klaar. Dus, we gaan nog even aan de slag. En dan kunnen we nog leuke dingen doen. Yep. Ik ben wel even een tijdje verder. En Linda is ook thuis van het werk. Dus wij gaan dadelijk even samen naar school. Want we kunnen op school kunnen we gaan kijken. En iemand had gisteren een shout-out gevraagd. Dus die ga ik dan ook geven. Sukom Maidong. Sukom Maidong. Een shout-out voor jou. Jullie zien het. Ik schrijf het allemaal op. En dat is wel hartstikke mooi en gezellig. En fantastisch. Dus wij gaan er zo vandoor. En dan zien jullie ons later. Want we kunnen even op school even kijken wat hij heeft gedaan. Net voor de schoolvakantie en dat soort dingen allemaal. Dus dan gaan we daar zo meteen heen. Want ik zie dat het al tijd is. Dus... tot later. Zo, we zijn weer thuis. Het was heel erg leuk en interessant. Want waarschijnlijk over 2 weken hebben ze al zomervakantie. Het gaat heel snel. En ja goed, hij heeft wat werkjes laten zien. En dat was wel hartstikke mooi. En leuk. Dus ja goed. Spullen ga ik zo even opruimen. En dat soort dingen allemaal. En dan komt weer alles dik in orde. Want we gaan strakjes gaan we dan heerlijk... eten maken. Dus, ja goed. Ja, dat gaan we even doen. En lekker de schoenen uitdoen. En dat soort dingen allemaal. Dus hij heeft het heel leuk gehad op school, hè Daan? Ja. Ja, dus dat is dat. En dan gaan we nog heerlijk genieten. Tot zo bij het kokkerellen. Like deze video. En abonneer even op ons YouTube kanaal. Dan blijf je alles op de hoogte. En schrijf even een reactie, want dan kunnen we weer op jullie abonneren. Yes, tot later. Zoals jullie zien zit ik in de auto. En dat is wel hartstikke mooi en gezellig. Dus ik ga je even neerzetten. Kijk of het lukt. Ja, nee. Jammer. Maar ja, goed. Dan gaan we het zomaar even doen. Dus ik moet heel even naar de dierenarts toe. Ja, slaat me de motor af. Maar ja, komt goed. Dus, ik ga naar de dierenarts. En dan spreek ik ons zo meteen. Zo, we zijn bij de... laat gelijk alles vallen. We zijn bij de dierenarts zijn we aangekomen. Tada! Dus, gaan we even naar binnen. En dan ga ik het halen. Yep.
goed met even wat voer te halen. Nou, wat naar binnen. Als ze open doen. Zo, ik ben bij de dierenarts geweest. Sorry? Ja, zeker. Alsjeblieft. Ja, dus ik heb het weer. En dan hebben we dat ook weer in huis. Dus het is spitsuur hier, want ik heb even 10 minuten of zo moeten wachten. Oh, dat is de radio. Dus we gaan de riem om doen en dan gaan wij richting huis toe. Yep. Tot zo thuis. En we zijn weer thuis. Kijk, het zijn de brokjes aan de provector om de kat te beschermen. Dus ja, daar is die. Wat? Hallo. Ja? Jij dan. Dat is Daan. Om de kat te beschermen. Ja, hier. Wat is dit hier? Wat? Dat is dat doosje. Maar ja, goed. We gaan het even opruimen en dan gaan we dadelijk eten maken. Zo, ik ga eten maken. Ik sta in de keuken, dat is het enige dat u betekent. Dat ik eten ga maken. En we eten heerlijke spaghetti. Ja, mensen. Ik zal even wat dichterbij doen. Hè. Oh, dat gaat net niet. Nee, die pakt net niet. Nee, helaas. Maar niet getreurd. Kom, deze manier. Nou, sta je even zo, hè. Hopla. Handjes heb ik vrij en dan zijn jullie dichterbij. Hè? Ja. Gaan we dat erin doen? Dat had Linda vanmorgen al uitgelegd. Dat zo even klein maken. Like deze video. En Linda eet het. Ook een heerlijke maaltijd. Kijk hoe lang moet die. 9 minuten. Zo, dat gedaan. Dit zit er onder water. En dan zijn we weer bijna klaar. Zo, ik ga heerlijk lekker kokkerellen. Ik hoop dat jullie mij nou ook nog kunnen zien. Zo. Ja. La la la. Kijk, en ik heb jullie... Even kijken of dat lukt. Kijk, en ik heb jullie hier eraan aan de muur gehangen. Zo, klik, klik. Dan kunnen we dadelijk eten. Daan zijn vriendje is ook naar huis toe. Ja, hij is ook naar huis toe. Spotlight, yeah. Like deze video, ja. Oké, ik kan hem ook zo heel vaak eraf halen. De kat, die moet even wachten. Hallo, jongeman. Huh? Ja, moet nog even wachten. Klik, klik. En dat is toch mooi van een actiecam, hè? Ja, wat ik al zei, Daan zijn vriendje is net de deur uit, want die woont aan daarachter in de wijk. En ja goed, dan loopt hij even naartoe en dan komt hij weer hier naar terug. Dus hopelijk is hij binnen 10 minuten terug. Laten we hopen, hè. En dan is het wel mooi. En fantastisch. Yes.
ja. La 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 la. Ja, la die. En dit is ook zo mooi. Als ik dadelijk in een attractiepark ben of zo, dan kan ik mooie beeldjes maken van de attractie zelf. Ja, tegenwoordig mag je eigenlijk niet filmen, hè. We gaan het zien gewoon. Ik heb hem gewoon in mijn zak, weet je wel. En als het dan zover is, dan komt alles dicht in orde. Dus, ja goed, de actiecam staat 5 minuten ingesteld en dan valt hij uit. Dus, hij zal zo uitvallen. Maar goed, die kan je nog stellen, dus, maar ja. Ja, dat die. Heerlijk, lekker zo kokkerellen, hè. Heerlijk. En normaal zet ik jullie daarom. Maar ja, nu niet. Yes. Oh, hij gaat nog verder. Nou, fantastisch. Nou, ik ga nu even verder. Zo, het eten is klaar. Dus we gaan het heerlijk allemaal lekker op tafel zetten. Hopla. En het eten is ook al klaar. En de tafel is ook al gedekt. Nou, kom je eten? Mijn eten. Heerlijk lekker smikkelen en smullen. Van de heerlijke maaltijd. Ga zou je doen. Oh, pak je maaltijd? Prima. Nou, Daan, kom je? Bonjour. Lekker eten en dan gaan we smikkelen en smullen van die heerlijke macaroni. Yes, en Linda eet wat anders. Wat is dat? Tagliatelle met zalm en spinazie. Ah, perfect. Smakelijk eten. Zo, wij zijn klaar met eten, dus we gaan de boel even opruimen. Kijk, en de kat ligt lekker op de stoel, dus ja. Dat gaan we even doen. Dan hebben we dat in ieder geval klaar. En dan kan ik ook even met de aanrekker even aan de slag gaan. En dan komt alles goed dik in orde. Nou, Linda staat bezig. Dus, even aan de slag. Tada! Alles is weer opgeruimd en weer mooi schoongemaakt. Dus ik heb ook gelijk de aanrek en zo allemaal opgeruimd en schoongemaakt. Dat het gas van is ook even gedeeltelijk van het ontbijt stellen klaar. En kijk eens. Is die kat. Dit is ook lekker buiten, hè? Ja! Oh, hij komt toch mee naar binnen. Kom je ook naar binnen, jong? Ja, goed zo. Nou, ga ik de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie genoten hebben van vandaag. Ik in ieder geval wel. Tenminste, wij, hè. En dan komt alles weer dik in orde. Dus laat in ieder geval even een leuke reactie achter deze vlog. Dat zou wel hartstikke leuk en fijn vinden. Dan ga ik nu echt afsluiten. Vond je dit een leuke video? Deel en like. Vergeet niet te abonneren. Klik op belletje. En dan zien we ons morgen in een gloednieuwe vlog. En in ieder geval hartelijk dank voor alles. En alles wat jullie wenselijk is, wensen we jullie toe. In ieder geval, bye bye, swai swai, tot morgen, doei!